Volgend jaar zal er een eind komen aan de extra solidariteitsheffing die momenteel gehanteerd wordt. Bronbelasting zal worden ingevoerd. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi vandaag tijdens de jaarrede in de Nationale Assemblée. Het staatshoofd benadrukte dat de staatsfinanciën onder controle zijn en dat deze goed beheerd worden. In 2022 zal een eind komen aan de extra solidariteitsheffing die tot nog toe wordt gehanteerd. Verder is het voornemen om in het komend jaar bronbelasting, withholding tax in te voeren en de fiscale jurisdictie uit te breiden tot de economische zone op zee. Samenvattend, meneer voorzitter, de staatsfinanciën zijn onder controle gebracht en worden thans goed beheerd. Er zal geen monetaire financiering plaatsvinden, de wisselkoers zal vrij stabiel blijven en er zal duidelijkheid zijn over alle schuldherschikkingen. De deviezenreserves zal worden opgebouwd, de middelen van de kapitaalinvesteringen zullen verzekerd zijn. Voor zover het de multilaterale donoren betreft, het financiële systeem wordt versterkt en de inflatie zal worden verlaagd. Het staatshoofd zei dat hiermee een goed kader wordt gecreëerd voor het bedrijfsleven om meer te investeren en meer werkgelegenheid te scheppen. Dat zal weer leiden tot economische groei en daar zullen de burgers ook voordeel aan hebben. En het zal leiden tot betere kansen, tot economische en sociale vooruitgang bij de burgers, door stabilisering van de prijzen. Dit zal leiden tot verduurzaming van de effecten van de macro-economische stabiliteit. Met z'n allen zullen wij echter ervoor moeten zorgen, meneer voorzitter, dat die vaccinatiegraad tegen het coronavirus flink toeneemt, zodat de economische groei niet wordt belemmerd door de COVID-19-pandemie. Wij verwijzen u naar het financiële jaarplan 2022, waarin u analyses en toelichting op de belangrijkste overheidsuitgaven en inkomsten zult vinden. In de begroting 2022 vindt u de inkomsten en uitgaven per ministerie terug. Santokhi zei dat de vaccinatiegraad tegen het coronavirus behoorlijk omhoog gebracht moet worden. Dat zal een positieve invloed hebben op de economie. De president benadrukte dat de productie moet worden opgevoerd, omdat zonder productie het bruto nationaal product niet verhoogd zal worden.